in was. Hier. Over zijn gier. Zijk! Goedemorgen. Lekker uit de kraan. Oh, eens even. Nou, we zijn net opgestaan, net gedoucht. Lekker eten gehaald bij het bakkertje. En we zijn nu onderweg de hele volle 5 minuten wandelen naar Europapark. Want daar zitten we behoorlijk dichtbij. Dus we gaan eens kijken of dat wat is. We zijn er nooit geweest, we roepen het al jaren. Eigenlijk zelfs vorig jaar met Fantasialand. Het huisje valt prima, we hebben heerlijk geslapen. Wel warm. Ik mis echt gewoon bij dit soort temperaturen gewoon echt een airco. Wat dat betreft zijn we verwend met Florida en Californië. Maar we zijn het in Europa natuurlijk niet gewend deze temperaturen. Maar we gaan even een stukje wandelen. En dan gaan we kijken of we de kaartje kunnen. Heb je het formuliertje? Ja. Toppie. Gaan we kijken of we de kaartje kunnen regelen. Zien jullie zo in het park. Bijna binnen. Even de kaartjes omwisselen. In ieder geval bij de ingang. Dat is al iets. Laten we even een boekje pakken. Frans. Duits. Nederlands telt niet. We hebben een Engelse, wat Nederlands telt niet. Kaartjes waren weer gratis, maar we hadden dus ook, dit zal ik maar zeggen, ook weer een soort Main Street. Sorry, ik blijf het vergelijken. Excuus, niks negatiefs in dit geval. Maar we kregen dus van onze ding een voucher. En dan krijg je gewoon een beker mee en die mogen we vullen voor het met drinken. Dus we hebben en gratis entree en gratis beker. In ieder geval op zijn minst één keer drinken. Dat weet ik, of meer is, weet ik niet. Waarin in Europa. Heb jij echt pin? Waar dan? Waar kun jij pinnen dan? Dat is een preview center. Met als thema bank. Ook dit is een gezellig en hondvriendelijk park. Klinkt misschien heel raar wat ik nu ga zeggen, maar ik ben goed vertegenwoordigd in Duitsland. Het sticht hier van de jorts. Voor de mensen die niet weten wat een jort is. Ja, suus, nou ja. Suus kan er zelf ook mee door. Een jort is een short van jeans. Oftewel een jeans short, oftewel een jort. Bedankt pa en ma voor deze leuke naam. Suikerspinnetjes, lekker.
gaan eerst naar de grote Joekhofs, hebben we die gehad. Via Italië. Ja, de sfeer is weer gezellig. Ik zou hier ook rustig gewoon een... kijk eens. Rustig gewoon weer een dag kunnen zitten. Zonder ook maar één attractie te doen. Ja, dat is hier. Dat is hier. Ik heb een aantal dingen over. Ja. Nee, niet doen. Deze riep je niet, ze zei alleen gedag over de telefoon. Churros in Italië. Ik heb geen idee. Die kant op? Ik zie het vanzelf wel. We lopen een beetje verloren. We hebben het Silverstar gedaan. Om heel eerlijk te zijn, ziet hij er enger uit dan hij is. Hij is gewoon super tof. De hoogte. Nee, dat je door hebt dat je hoog zit. Ben je alweer beneden? De Baron is enger. Dit is echt gewoon hoog, snel en hard. Dus we gaan even kijken wat er nog meer is. Maar ben je alweer een beetje bijgekomen? Ja hoor. Lekker baantje hoor. Dat is een leuk baantje. Ja, daar houden we wel van. Nou, we zijn gelijk bij de Poseidon. Gaan we daar gelijk even kijken hoe we daar... Even kijken, waar is de... Dan kijken we toch even via eerste winkeltjes. Een paar dingen maakt dan ook niet meer uit. Dan even in Poseidon. Gelijk even nat worden. Ik zweet me echt te pletter namelijk. Dus, maar ja, op zich kan hier dat allemaal wel mee toch, schat? Ja. Dit kan hier toch allemaal wel mee? Wat? Spulletjes. Ja, maar ik ga dit niet vasthouden, ons. Oh. We gaan eerst op jacht naar een rugzakje. We hebben er eentje bij ons. Die ligt in het appartement. Altijd handig. Maar er is die, de Poseidons. Die gaan we zo meteen lekker doen. Ook alweer zo leuk en gezellig. Leuk. Ik vind het een leuk park. Wacht, laat even zien. Moet je nou kijken. Gisteren liepen we in... Gisteren. Net liepen we nog in Italië. En nu zijn we in Griekenland. Nee, we moeten... Anders. Afvragen, dat is de splash zo. Ik vind het helemaal mooi. Zou je hier ook uit moeten? Wat zou je dan? Nou, we kijken wel gewoon eventjes. Ik wil eerst even. Want dan kunnen we alles in één tasje doen, schat. Komt er weer eentje. La 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 la. La 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 la. Nou, we hebben nou die gekocht, of die gaan we nu kopen. Hij is leuk. I ain't got no hope. Kijk. Speciaal voor ons. En voor alle trouwe Trojanen die kijken.
seconden ontspaard hoor. Zo doen we dat gewoon. Ik kan in de rij ook een ijsje kopen. Glad. 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 Ik glijd dus gewoon hier weg. Maar voor mij valt het echt gewoon qua drukte gewoon goed mee hoor. Want we hebben net ook niet 10 minuten staan wachten bij Silverstar. Ik dacht dat ik mensen buiten in de rij zou staan, maar dat was dus niet zo. Dat was gewoon bij de instappen zelf. Gedeeld hebben met Poseidon gedaan. Dat is leuk. En we gaan nou de Secrets of Gravity. De achtbaan zelf wordt je niet. Nee, dat ding zelf valt reuze mee. Verkoeling. Lekker door. En wat is dit? Welk gedeelte is dit? Ik gok Rusland. Ja. Een soort It's a Small World, maar dan voor Mother Russia. Komt er niet uit Rusland? Nee, dat is wel de jeugd gedaan. Foto ook. Oh nee. Zo. Kijk er echt in. En die parfum ook lekker ook. Hele enge ijskoning. Kijk nou, lekker hoog. Ja, dat was het alweer. Daar is de uitgang. Leuk zeg! Eerst een lichte snack. Die wel lekker uit, een beetje meer korn dingen zeg maar. Gaat ie? Mango. Even een korte snack. En dan naar. Gaan we weer verder. Nou, dat was de Euromeer. Die vonden we niet zo heel leuk, hè? Een beetje, we hadden verwacht dat hij meer zou draaien, maar dat deed hij niet. Dus we zijn een beetje flabbergasted op de verkeerde manier. Maar we hebben hem gedaan. Er is met de attractie zelf niks mis, maar wij vinden hem gewoon niet fijn. Als het goed is, als ik het goed heb, zijn we zo meteen thuis vanwege. Heb ik mij laten vertellen. We moesten hierheen voor wonen aan een Blue Fire. Zullen we dan straks hier gaan eten? Oh, dat is dat lekker ding. Ja. Kijk, nou, wat, zijn we ineens in Volendam? Zijn we nou ineens in Volendam? Wat leuk. Ja, wat ga je doen?
Wat is er dan? Tada! Even een fijn stukje Nederlands historie. Ze lopen hier net niet op klompen, dat scheelt. Ook gewoon in het Nederlands gelijk op de borden ook. Dat vind ik dan wel weer grappig. Ik kan ook poffertjes eten. Ik kan ook poffertjes eten zo. Wel poffertjes met ijs. Dat kan. Dat hoeft niet, maar het kan wel. De koffiekopjes. En wat is er nou Nederlandser dan Aziatische wokspecialiteiten? Hè? Kan ook. Geen idee wat tweet is. Kijk wel, wat lekkers. Ja joh, laten we deze ook maar doen. Ik krijg wafels. 1 minuut. De piraten in Batavia. Nou, Duitse pirates. Geen idee wat ik hiervan moet verwachten. Binnen, dat sowieso. Sjaak Spreeuw is er ook. Doch weer hetzelfde mensen. Ja, maar maakt niet uit hoor. Jij wil gewoon voorin. Bij de fan ook. Piraten in Batavia. Ik zou haast zeggen, het is een beetje Fata Morgana, maar zelfs dat is het niet.
Het is knullig. Maar op zich wel weer grappig. Maar ze verkopen gewoon in het pretpark ook gewoon schoenen. Ha, slim bedacht. Dan moeten we even kijken waar we naartoe moeten. Het speeldeel. Wat leuk. Maar piraten in Batavia. Grappig. Laten we het daarop houden voor de veiligheid. We gaan even op zoek waar de Blue Fire is. Dit is wel weer gewoon leuk in elkaar is het ook. De themadelen zijn echt wel gezellig. Ja. Dit is een Scandinavische dorp.